Oké. Wist je dat je van Wikipedia-artikelen heel makkelijk een e-book kunt maken? Nou, ik wist het niet en kwam er toevallig achter via Digital Inspiration, waar het beschreven wordt. En het blijkt al beschikbaar te zijn sinds september 2012. En toch hoor ik het nu voor het eerst. Hoe is het mogelijk? Nou, ook beschikbaar in de Nederlandse versie van Wikipedia. Je gaat naar afdrukken, exporteren en dan zie je daar de link boek maken. Nou, als je daarop klikt, dan krijg je deze knoppen tot je beschikking. Overigens is er ook een hele instructie beschikbaar. Die vind je hier en dat krijg je als je hierop klikt. Nou, maar het werkt eigenlijk heel simpel. Je hebt geen handleiding nodig, want je klikt gewoon op deze knop. Boeken maken, starten. En nu zie je hier een extra balk. Met de knop deze pagina aan uw boek toevoegen, boek weergeven en eventueel pagina's suggereren. Nou, stel nu, ik wil een e-book maken over de Olympische Spelen. Nou, dus ik toets hierin Olympische Spelen. En ik krijg het artikel. Een uitgebreid artikel over de Olympische Spelen. Nou, die wil ik wel toevoegen aan mijn boek, dus ik klik hierop. Maar ik kan verder gaan, want ik zie dat er ook iets is over Olympische Winterspelen. Dus even kijken. Dat wil ik er eigenlijk wel bij hebben, hè. Nou, dan moet ik gewoon op die link klikken. Oh, waar zag ik het nou? Ja, hier, Olympische Winterspelen. Kijk, er is een aparte pagina over de Olympische Winterspelen. Ik kan er naartoe gaan, maar je ziet dat als ik er met de muis overheen ga, dan krijg je de tekst de gekoppelde wikipagina aan uw wikiboek toevoegen. Dus ik hoef er zelfs niet naartoe te gaan om toch die pagina toe te voegen aan mijn boek. En als ik nu naar boven scroll, dan zie je dat mijn boek inmiddels twee pagina's bevat. Nou, het lijkt me ook wel interessant in dit verband om iets over Sochi op te nemen. Nou, en die pagina, zie je, dit is informatie over Sochi. Die pagina die voeg ik ook toe aan mijn boek. Nou, en zo kan ik doorgaan. Mijn boek bevat nu drie pagina's. Ik klik hierop en ik krijg dit te zien. Wat ik nu ook nog kan doen, is eventueel de indeling aanpassen. Gewoon door te schuiven. Ik kan mijn boek een titel geven. De Olympische Spelen. En een subtitel, verzameld door Trendmatcher. Ik kan aangeven in welk formaat ik het wil hebben. En dan kan ik het downloaden. Dat kan ik doen als PDF, maar ook als EPUB bestand. Nou, als ik daarop klik, dan krijg je het volgende te zien. Het document wordt aangemaakt en er is een bepaalde voortgang. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt, maar de vorige keer heb ik heel lang zitten wachten. Je moet gewoon even vernieuwen. Nou, dan zie je dat hij nog steeds bezig is met het schalen van plaatjes en dat soort zaken. En dan nog een keer vernieuwen, zie ik dat het renderen is afgerond en dat ik het bestand kan downloaden. Nou, ik klik erop en ik krijg keurig een EPUB-bestand aangeboden. Zie je, het is inmiddels gedownload. Ik zal het even openen. En dat ziet er dan zo uit. De Olympische Spelen, verzameld door Trendmatcher. Nou, mooier kun je het niet hebben. Dus een startpagina en dan alle pagina's zo keurig gerangschikt in beeld. Zonder alle extra kaders die je normaal gesproken in Wikipedia ziet. Dus puur de tekst. Nou, dit is natuurlijk ideaal om op deze manier op te slaan, te verspreiden, weer te geven voor je leerlingen bijvoorbeeld, maar ook voor jezelf. Als je lekker in het zonnetje met een e-readertje informatie van Wikipedia wilt lezen, kun je dat op deze manier doen. Dat was hem.